Hallo, hallo, welkom weer bij deze nieuwe video. Ik sta hier nog in het avondzonnetje in onze gang. Ik heb daar licht vanuit onze voordeur. Hier heb ik ook nog licht. Maar het avondzonnetje komt wel vooral langs onze voordeur binnen. En hier staat er nog een zonnetje. Hier, oh, oh, kijk. Amai, wow, waar heb ik dat compliment aan verdiend? Omdat je mijn zonnetje bent, hè, ja. Ah, ja, ben zonnetje geweest voor iedereen vandaag die langs is geweest bij ons koffiehuis. Het was een drukke, maar leuke werkdag. Ja. Veel lieve klantjes, gasten blij gemaakt met eten en drinken. Veel mojito's, ik had het niet verwacht. Oeh, heel veel. Ja, ik verschot ervan. Volgens mij zit zelfs vandaag de meeste mojito's dat op één dag dat je ooit hebt moeten maken. Ja, dat zou wel een keer kunnen. Ik dacht, denk dat de mensen gewoon, ja, dat zonnetje heeft goed geschenen en de mensen snakten nog een keer naar zo nog eens een summer feeling. Ja. We hadden het ook expres op bord laten staan. Jij wou het eigenlijk al afdoen, ik had het er eigenlijk al afgedaan. Ik ben blij dat je het hebt erop laten staan. Ja, jij zei, maar nee, je moet het er toch echt nog wel laten opstaan. Het wordt toch nog 4-25 graden nog de komende dagen. Dus ik heb het er laten opstaan, maar je nooit zei, en kijk, zie. Je had gelijk, ja. Ik vond het in ieder geval wel een leuke dag vandaag. Je was een aangename collega, je was heel erg hulpvaardig. Je hebt heel veel collegialiteit getoond. Maar nee, het was precies een evaluatiegesprek. Het was precies heb je vandaag... Heb nog meer pluimen om in mijn gat te steken? Ik dacht dat je zou zeggen dat het precies vandaag de complimentjesdag was. Maar, het was dag van de weekend van de klant dit weekend. En we hebben iets gegeven aan onze gasten. Nee. Wel een glimlach. En een service om nooit meer te vergeten. Toch? Ja. We zijn ook geen winkel, hè? Nee. Maar ik herinner me nog, dag van de klant, dat ik dan ben eens gaan shoppen en kreeg zo een zakje met muisjes. Ken je dat? Ik ken muisjes, om zo, op te eten, bij zo nog een staartje. En, kreeg dat bij een snoepenwinkel. Ah, allee, nee, bij een schoenenwinkel. Ja. Schoenenwinkel, snoepjes. Ja. Ik ben heel benieuwd, heb jij ook ergens een cadeautje gehad voor dag van de klant en wat dan precies? Ik heb ooit voor dag van de klant moeten werken op een event en moesten we heel veel van alles eigenlijk uitdelen, van die hele kleine goodiebags, met daar allemaal hele kleine cadeautjes in van meerdere winkels samen. Bijvoorbeeld in een shoppingcenter heb ik zoiets ooit moeten doen van meerdere winkels samen en ja, zo meerdere dingen. Sommige mensen kregen ook 4 zakjes of zo als ze het lief vroegen. Ik was daar wel vrij ja, waarschijnlijk mee. Zat u een job erop wanneer dan al die zakjes Nee, want het waren er echt veel te veel. Ik kon echt nooit al die zakjes gewoon uitgedeeld krijgen. Ja, ja. Dus vroeger deed maar ik dus vroeger ook eigenlijk concessiewerk heb gedaan en zo. Die is van wel heel tof. Maar wel grappig als ik er nu dan terug over nadenk. Ik heb ook nog hostwerk gedaan. Ja, radiohost. Onder andere. Ja. Ik heb inderdaad voor de radio gewerkt, maar in de zomer deden we, of heel het jaar door, deden we zo'n speciale projecten. En dan hadden ze toch nog extra volk nodig en zo van die zaken. En dan ben ik af en toe meegegaan. Ik heb ooit zo eens zelf gereden uiteindelijk ook nog. Een ijsjeskar. Omdat ze de chauffeur was ziek, dus heb ik zelf moeten rijden. Mijn ijskar. Ja. Ik heb mijn ijskar gereden, kunt u voorstellen? Ja. En dan met zo'n knopje, met leuk muziekje. En dan ijsjes gaan uitdelen op een grote markt of ergens zo. En dan in functie voor de radio, dat was een gratis ijsje voor iedereen. Je hebt toen ook nog ijsjes uitgedeeld aan een zwembad. En nadien zijn wij samen nog een keertje bij dat zwembad nog geweest. En toen kwam iemand zeggen dat hij jou kent van nog toen die ijsjes aan het zwembad. Ja? Ah, dat weet ik niet. Ergens in de buurt van eigenlijk het Antwerps. Waar we nog maar eigenlijk in het begin samen. En toen kwam iemand dat toen zeggen. Bij een Lago zwembad. Dat herinner ik mezelf niet meer. Ja. Ik weet wel nog dat ik dat gedaan heb met ijsje. Ik weet ook nog een keer dat toen ik met dat ijsjeskraam als host daar stond, dat ik ben weggestuurd. Ah, je dacht dat je heel dat ijsjes aan het eten was. Ja, en eigenlijk, ik vond dat toen onterecht. Maar eigenlijk, als ik er verder over nadenk, vind ik dat heel terecht. Ik stond eigenlijk op een markt. Vlakbij heel wat horecagelegenheid. En wij stonden daar met gratis ijs uit te delen, terwijl dat eigenlijk bij de zaak waar dat we eigenlijk voor stonden, die verkocht ijs. Ja, maar ja, zegt hem, nu verkoop ik geen ijs meer, want jij zit hier gratis ijs uit te delen. Snap je? En ik vond dat toen, doe niet aan de belachelijke. Maar nu als horeca-ondernemer begrijp je het wel. Begrijp ik het de ook host Jeno begreep het niet, maar de horeca-ondernemer Jeno begrijpt het wel. Ja. Ja. Ja, en ik heb ook nog rondleidingen gegeven als host. We hebben ook nog een tijdje bij de radio, en nog altijd, toen we zo deden ze bij de in de zomer, stonden ze met een soort van strandhuis op het strand van Oostende, dus nog altijd. En ik was toen, ofwel was ik redactie,
Hè, dan moest ik teksten binnen de teksten mee helpen schrijven of weerberichten en verkeersbulletons doorsturen voor de presentator die daar stond toen. Hè, want dan maakten we radio aan zee. En ik heb zelf nooit echt een programma gehad daar. Nee. Maar wat ik dan wel deed, is dat ik, als ik daar was, ook af en toe de hostfunctie op mij nemen. Ja. Dus dan deed ik zo een hemd aan, met de radiozender erop zo. En dan gaf ik een rondleiding doorheen de studio, voor de mensen zo, een uitleg te geven. Die kwamen kijken hoe dat radio gemaakt werd. Je hebt wel ooit radio daar moeten maken toen het ooit daar was uitgevallen. Moest jij vanuit een andere radiostudio invallen? Maar dat is nog iets anders. Ah, dat was ik eigenlijk geen host. Dat was ik een soort een leker van. Ik heb van alles gedaan. Ik heb een presentator daarmee. Ik heb ook nog techniek. Nee, presentator heb ik ook gedaan. Maar toen was het geval dat hij zegt, was ik technicus. En zat ik in waar dat de radio. Dus de radio aan zee is niet radio dat aan. We hebben daar geen zendapparatuur. De zendapparatuur, dus de grote zendmast, waarvoor naar de FM te gaan, die staat in Vilvoorde. Ja. En vanuit Vilvoorde wordt dat signaal van aan zee doorgestuurd naar de FM. Ja. Dus er moest altijd nog iemand de lijn, zeg maar, die binnenkwam vanuit van aan zee naar Vilvoorde, die lijn, die wordt dus beheerd vanuit Vilvoorde. En dat was dus in de originele radiostudio. En daar zat ik dan de techniek te doen voor alles wat zich afspeelde. Maar dat is interessant, hè? Ja, alles wat zich afspeelde in, aan de zee. En dan moest ik, had ik een paar belangrijke functies, bijvoorbeeld om het half uur het nieuws starten. En dan moest ik manueel doen, mijn knopje. Hè? Dus hier is het nieuws, met dingen. En dat was het nieuws er. Dat deed ik. En wat was ik nu eigenlijk aan het vertellen? Ja, dat je dat moest invallen. Dat als het niet invallen. Goed ging aan zee. Ja, en dat is inderdaad ook al gebeurd dat aan zee de computer plots raar deed. En dan moest ik de plaatjes overnemen. Ja. En als het dan echt te lang duurde, dus dat de mensen wel een beetje parlee verwachten en zo, dan moest ik ook de plaatjes uiteindelijk aan elkaar praten, zodat de mensen toch niet het gevoel hadden dat ze naar de gewone non-stop band aan het luisteren waren. En ik moet zeggen, praten, daar is jij nog heel erg goed in. Mijn vlogarm valt er bijna af na 6 minuten hier te babbelen. Hey, ik word helemaal nog eigenlijk sterk hier van de vlogkamer. Wat ik ook heb gehad als technicus daar in Vilvoorde, en dat is het laatste wat ik er nog over ga zeggen, is wanneer dus het nieuws, ik moest op knopje drukken, maar dat waren echt slopende uren op een bepaald moment. Laat ons zeggen dat ik dat 5 dagen soms van de week deed, want ze vonden natuurlijk geen andere gek om dat daar te doen. En dan viel er soms nog een keer iemand uit. Bijvoorbeeld, jij deed het dan 5-6 uur of 8 uur aan een stuk. En daarna werden dan vervangen door iemand anders. Maar die persoon die kwam op een of andere reden niet. Dus zei ik, oké, ik ga het er nog bij nemen. Maar dan zit je gewoon beduur, 10 uur aan een stuk en in een studio. Iedereen om het half uur op het knopje te drukken. Ja, tussendoor doe je wat wilt. Hè. Een boekje lezen en horen of dat signaal nog wordt doorgestuurd. Maar dat was soms zo slopend saai. En ik was in slaap gevallen. Ik heb het echt eens gehad. Dus ik lag zo en dat was zo net een dag. De airco stond niet goed en zo. Het was er warm en ja. En ik had dan al zeker al 9 uur aan een stuk daar. Iedere keer om het half uur op knopje gedrukt. En ik was zo mij goed aan het installeren. En ik zat echt zo ontspannen op mijn gemak. En voordat ik het wist, hoorde ik in één keer de intercom. En zo, we hadden ook nog een intercom systeem vanuit aan zee naar de studio. Die heel, dat konden ze luid uitzenden zo. Hey, hoe is dat daar allemaal? Er is geen nieuws. Ja, dus zij hadden verteld van, het is nu 8 uur. Tijd voor het nieuws met Jan van Vinkerooijen. En het was stil, want ik moest dat bandje met het nieuws starten. Dus het was stil, het bleef maar stil. Werd op de intercom doorgeseind van, hey, wat is dat er allemaal? Is er geen nieuws of wat? En ik was dus in slaap gevallen. Ik heb dat ook eerlijk toegegeven. Ben daarvoor op de vingers getikt door de baas. Ik heb dat verhaal trouwens ook nog eens verteld. Ook nog eens achteraf op de radio, want ze vonden dat achteraf gezien wel grappig. Op die moment totaal niet, werd dat heel serieus genomen. Het wordt nog altijd heel serieus genomen, het nieuwsmoment, en mensen verwachten dat ook. Dus ik ben daar wel voor op de vingers getikt geweest. Ik ben er ook mee uitgelachen geweest. Ik heb het ook geplaatst. Ik heb het verteld, maar ben niet ervoor ontslagen geweest. Oké. Maar dat zou eigenlijk wel een goede reden zijn geweest. Ontslaapvallen op uw werk, ja. Slaapvallen op je werk, ik kan vertellen dat ik het heb meegemaakt en bovendien dat ik dus betrapt daarop ben. Hè. Ja,
Voor de rest heb ik nooit geslapen op mijn werk. Was het altijd wel interessant en boeiend eigenlijk. Ja. En hier ook, hier heb je geen tijd om in slaap te vallen. Je hebt nog heel veel werk, dus doe maar verder. Ja, zoveel werk nu ook niet meer, ik heb nog een beetje afwas. Ja. En ik ga nu nog naar boven, nog naar onze zuur. Ik was eigenlijk aan het wachten, maar ik ook heel graag ook eigenlijk nog onze camera nog wat meenemen. Terwijl gaat Jeno hier nog een beetje verder afwassen, terwijl ik dan naar boven nog even op zuur nog ga passen. En dan straks ga ik lekker eten maken. Ziezo, we hebben al eventjes aan het spelen en aan het ravotten geweest met onze kleine man, hè Jules? En nu gaat hij net aan dat hij reuzenhonger heeft, maar mama die moet dus nog altijd eten nog gaan klaarmaken. Mama die moet dus nog altijd eten klaarmaken. Wat? Prachtig en nou. Gewoon. Ik moet dus nog altijd eten nog gaan klaarmaken. Mama die moet er nog altijd eten klaarmaken. Ja, jongens. Dus. Jullie, wat ga ik dus niet even doen, terwijl onze kleine mama vast geniet van een lekker mandarijntje. Had vandaag eigenlijk al best wel veel fruit op. Maar je kan nooit genoeg fruit of groentjes eten, zei mijn mama altijd. Nou, ik heb ook honger. Ik heb ook honger, dus ik ga eraan beginnen. Kijk eens hier, lege bordjes. Je hebt allemaal opgegeten. En Jules ook, goed gegeten, Jules. Nee, klink hoor. High five. Ja. Yeah. Papa ook high five? Ja. Yeah. Mama weer? Ja! Yeah. Oh, je beker valt. Beker. Ai. Zeg, hang hier. Eigenlijk ben je een beetje ja, moe. Ik ben moe, hè. Ja. Ontspannen. Maar ik blij dat het weekend is. Ik dacht dat je opnieuw in slaap wou vallen. Ja, zo lag ik ook ongeveer. Je bent flink aan het eten, jongen. Ja, nog een beetje verder eten en dan daarna gaan we slaapjes doen, hè? Is dat goed? Jules eet echt altijd heel erg traag. Echt, als er een wereldrecord traag eten zou zijn, zou Jules vast nog wel eigenlijk kans maken op dus nog een keer een wereldrecord. Denk het wel, hij eet zo traag. Hij kan echt uurs doen voor één bordje op te eten. Maar ja, ik geniet er wel heel erg van. Dat is ook wel weer fijn. Wij gaan hier onze vlog afsluiten. En wij zien jullie graag morgen weer voor een nieuwe. Ciao, ciao. Dag, Jules. Zwaai je nog? Dag. Dag.